Ja, dat is voor mij nu al zo'n lange tijd geleden dat ik mij herinner iets van het ziek zijn. Het laatste wat ik me herinner is volgens mij de bestralingen. Wanneer dat was of zo, ik heb echt helemaal geen idee meer. We kwamen erachter dat Bram ziek was. Was Bram 9 maanden oud. Hij kreeg een nystagmus, een ongecontroleerde oogbeweging. En via de huisarts zijn we doorgestuurd naar de neuroloog toe. En in maart 2002, toen werd eigenlijk bevestigd dat Bram een hersentumor had. Iets waar de huisarts, maar wij zelf ook eigenlijk al hadden een vermoeden hadden. Toen de diagnose gesteld werd, is hij onder het mes geweest. Daarop is de diagnose een opticus glioom, heeft Bram. Toen heeft hij 104 weken chemotherapie gehad. Dat was de eerste sessie? Dat was de eerste sessie toen. Toen heeft hij een jaar rust gehad. Toen bleek dat de tumor weer opnieuw ging groeien, is hij weer onder het mes geweest. Toen was hij 4. Uiteindelijk hebben ze hem voor de derde keer geopereerd. En toen hebben ze hem daarna nog een keer 30 keer bestraald geweest. En de laatste keer was hem in 2008. Bram heeft nu nog een resttumor. Die kunnen ze niet weghalen, al is hij. Hij is nu slechtziend. Eén oog ziet hij niks mee, het andere oog ziet hij ongeveer 20% mee, 35%. Verder gebruikt hij goed 15 pillen per dag om de dag door te komen. Ja, ik moet 's morgens, 's middags, 's avonds en 's nachts best wel wat medicijnen inslikken. Een stuk of 15, 20 per dag zo ongeveer. En nou, last heb ik daar niet van medicijnen slikken. Maar het is wel zo dat je daar wel eens aan moet denken. Want ja, oh, het is 12 uur, even mijn medicijnen nemen. Anders dan denk je daar niet aan, want dat hoort niet in het patroon normaal. Ja, als ik 24 uur geen medicijnen inneem, dan ben ik zeg maar bijna dood. Nog, kunnen ze mij nog redden, maar eigenlijk ben ik dan dood. Maar het verschil met mij en andere leeftijdsgenoten is vooral dat de rest allemaal op de fiets gaat. En ik een van de weinigen uit mijn klas ben die met de bus gaat. En als ik op school ben, loop ik ook met een stok. Nou ja, andere leerlingen lopen daar totaal niet mee. En het is meer zo van, kijk uit, ik ben slechtziend. En verder, ja, is er weinig anders aan mij, aan andere leerlingen. En zo wil ik me eigenlijk ook soms wel eens voordoen. Gewoon dat er niks aan de hand is. Ik ga lopen voor de rietplas lopen om gewoon om te laten zien wat ik kan. En dat ik niet alleen op school de jongen met die stok ben. Kijk, en als ik zo herkend word, dat vind ik niet zo fijn eigenlijk. Omdat ik gewoon normaal moet zijn eigenlijk. Dus daarom hoe ik mee aan de rietplas loop om te laten zien van dat ik niet alleen de jongen met die stok ben, dat ik ook wat anders kan. Loopclinics, ja, vaak tijdens de behandeling zijn ze een heel groot deel van hun zelfbeeld zijn ze kwijt. En dat is gewoon heel verdrietig en ze hebben ook het idee dat ze niet zoveel meer kunnen. Er wordt hun heel veel ontnomen, hebben ze dan het idee. Ook het idee zo van ik kan niet zoveel meer en mijn conditie is ook weg en ik ben kaal en ik kan dit niet en dat niet. En ja, wij geven ze dan toch het handvat van, wedden dat jij die 5 kilometer ook kunt lopen. En dan heb je zoiets van, nee zeg, dat kan ik helemaal niet. En ik heb nog nooit kunnen lopen en dat ga ik nu ook niet redden. Nou, kom maar gewoon eens meedoen en we gaan eens kijken of het, wanneer ze daar zin in hebben natuurlijk. En vaak willen ze die uitdaging gewoon aangaan. We doen deze clinic nu voor de derde keer. Mijn indruk is dat de mensen die kanker hebben gehad meer gemotiveerd zijn om door te zetten dan mensen die dat niet hebben gehad. Echt ook het idee zo van, dit is een drempel die ik ook wel kan halen. Ik heb al zoveel gehad, dit ga ik ook nog halen. Dus dat is heel mooi. Bram is een gigantische doorzetter. Hij heeft een enorme drive om te laten zien. Bram leeft niet zozeer van, wat kan ik niet? Maar hij vindt draai van, dat kan ik allemaal nog wel. Bram is ontzettend positief. Ja, en ik kan veel.
Nou, gewoon elke week gewoon 3 keer hardlopen. 1 keer ongeveer naar de sportschool. Nou, verder, dat is eigenlijk wel gewoon conditie opbouwen en oefenen. Om het maar vol te houden. Nou, ik oefen sowieso met mijn moeder. Dat doe ik dan thuis. Soms gaat mijn broertje mee, want die vindt het dan leuk. En op de hardloopbaan met Henry oefen ik dan. Henry en ik die hebben dan een touw tussen ons in. Gewoon om te laten zien, er is iets aan de hand. Dat ze niet tussen ons doorgaan, gaan drukken of wat dan ook. En dat is ook omdat ik als ik een stoepje niet zie, kan hij me waarschuwen via de touw. Of wat dan ook, zulke soort dingen. Bram is een hele gemotiveerde jongen. Heeft een hele hoge drive. En wat dat betreft makkelijk te coachen. En hij loopt goed. Ook technisch al behoorlijk voor een 12-jarige. Dus ik zie dat wel zitten. Nou, als ik Bram zou moeten typeren, dan zou ik zeggen, Bram is iemand met een heel hoge drive. En met zijn geschiedenis zie ik hem als iemand die echt zijn mogelijkheden wil benadrukken en niet zijn beperkingen. En dat is erg heel erg sterk van Bram. Nou, zijn gemotiveerdheid, hoe zie je dat terug? Nou, zijn houding. En zijn doen en laten. Duidelijk aan hem te zien dat hij wil. En de jongens bij hem achterop de bagage dragen, want dit is top. We zijn hier bij de Rietplasloop. Ik ga hier vandaag de 5 kilometer lopen. Ik probeer het in een tijd van 40 minuten te doen. Ik denk wel dat ik dat red en dat ik hem ook wel uitloop, omdat ik hier al vaker in deze omgeving heb gelopen. Dus dat komt wel goed verder vandaag. Bij de start had ik nog niet echt een of ander idee wat er gebeurde. Ik vond het wel spannend. Maar toen we over de mat waren die de tijd registreerden, was al de spanning weg in één keer gaan lopen. Ook in één keer uitgelopen. En ondertussen had ik helemaal nergens last van. Dat was hartstikke leuk. En gewoon gehaald. Gewoon super. Kijk eens op. Daar die jongen af. Zien dat hier weer een touwtje terug in was worden. Geweldig gedaan, man! Chapeau! Bij de finish, toen ik daar overheen kwam, nou, voelde ik me geweldig. En ik denk niet meer dat ik op school nog steeds die jongen met die stok ben. Dat ik dit gewoon heb voltooid. Heb laten zien wat ik kan.